Wie stelt er van die belachelijke eisen dan? Die slomen, waar we vorig jaar allemaal bij slapen. Hoe gaat de eerste dag voor jou? Nou, heel relaxed. Ik vraag me alleen af hoe ze dit er in 3 dagen opkrijgen. Want er zijn 64 instellingen. En we zijn al ver over de helft van de eerste dag. En we hebben er 4 instellingen op staan. Dus. Ja, je komt iets rustiger. Iets rustiger mag het. Je hebt net een pilletje genomen. Dus het is je liep. Hier heb je al zoveel. Actie. Sorry, Lies. Nee, laat Francie mij maar bellen. Ja, je kijkt echt pas als hij wegloopt, dan verschijnt hij terug. Dat is voor jou het moment. En dan weer. Kijk. Oh. Die heb je. Het idee van de film, dat kwam... in de tijd heb ik een aantal korte verhalen geschreven. En dit was er één van. En dat is al echt al 9 jaar geleden. En dat waren allemaal verhalen waar je heel duidelijk een twist, waar een hele grote verrassing in zit. En in dit geval is het een verhaal van een wraakfantasie van een meisje. Alleen dat weten we aan het begin van de film gelukkig nog niet. En het is wel de grootste angst van vaders om een dochter te verliezen. En in dit geval is het nog erger omdat het een gescheiden vader is die zijn dochter dus terugbrengt naar zijn ex-vrouw. En dan, in dat terugbrengen, raakt hij zijn dochter kwijt. Heb jij mijn dochter misschien gezien? Dus dat is het spannende het onderdeel van de film. En dan blijkt hij in een verkeerde trein terecht gekomen te zijn. Charlotte! Ja, het is een... Stop! Een licht overspannen organisator van een poëziefestival. Godverdomme, laat me nou eens met rust! Denk zelf na! Lies, sterf met je kutfestival! Hij is door zijn vrouw uitgezet. Ellen, kom bij me terug. En dan heeft hij een bezoekregeling met zijn dochtertje, maar hij komt altijd te laat. Is een totaal chaotisch, beetje gestrest figuur. Een beetje uitvergroting van mijn eigen leven. Ja, is iets wat je hele leven nooit zal lukken. Nee. Maar wat je altijd zegt, nu. Ja, nu moet ik het en zo. En nu gaat het. Jacco gaat ook bij jou staan. Ja, ik kan ook op de grond zitten. Het was gelijk heel moeilijk met veel handeling en iedereen in een heel klein trein-wc'tje met de camera in je nek en de geluidsman die achter je zit en de Jacco die zo onder mij zit. Maar het ging goed, dus het was erg leuk om te doen. Inspiratie komt sowieso van surrealisme, ideeën van waarbij je heel erg de twist hebt tussen wat is echt en wat is niet echt. Ja, wat mooi is bij surrealisme is dat je altijd het gevoel hebt van mensen die niet zeker weten aan het eind van de film ook van was dit nou zo of was het nou zo? En dat je het nog meerdere keren kan interpreteren. En dit is ook in de film, dat is het nou een droom, is het nou een angstdroom van die vader of is het nou, heeft dat meisje er meer mee te maken? Dus dat zijn de elementen die in dit verhaal wel zitten. Het heeft de sfeer van de schilderijen van Paul Delvaux. En toevallig, ik ben helemaal niet de kunstkenner, maar toevallig kende ik die. En ik zag het voor me. En mijn eigen rolletje deed me heel erg sterk denken aan een verhaal van Roald Dahl. En ik speel met een klein meisje en dat was ook het thema van dat verhaal. Beetje dreigend. De dingen die lief lijken zijn het eigenlijk niet. Beetje absurd, vervreemdend. Actie. Mevrouw, mijn dochtertje is vast nog wat chocola bij u komen halen. Dochter. U gaf mijn dochter toch chocola? Chocola? In uw tas. Oké, you're on candid camera. Waar staat ie? Wat ik vooral heel erg plezierig van Jacob vind,
dat hij de indruk wekt of hij jou al heel lang kent. Dat werkt ontspannend, heb je vertrouwen. Hij heeft een soort hele aantrekkelijke gekte. Af en toe is het een verstrooide professor. Hij heeft absoluut een goed gevoel voor absurditeit en humor. En ook dat dit een net buiten de realiteit liggende film is. Daar hou ik heel erg van. Wat vind jij hier vrij van dingen? Dat je een klein beetje die beweging hebt van de trein. Dat is wel lekker, ja. Okay. Heel klein beetje. Ja. Ik heb... Heel klein beetje. Ja. En dit verhaal is echt wel een verhaal waarvan ik dacht, ja, hier kan je wat mee. Er zitten meer lagen in en je kan als regisseur ook echt leuk spelen met ook humor. Want ik heb speciaal George van Houts genomen omdat hij ook de humor erin brengt. Omdat ik er geen zwaar filmpje van wil maken of zo. Dus het is echt een bioscoopfilm waar mensen echt met veel plezier zeggen van, hey, het voorfilmpje was leuker dan de hoofdfilm. Dat is de bedoeling. Dus wie weet. En ik moet nu weer weg. Jo, hey, spreek ik. Daar word je vrolijk van. Dat is van de hersendokter.